Yo mensen, welkom bij de review van de Logitech G29. Vandaag ga ik jullie laten zien en laten weten en de pluspunten en de minpunten van dit stuurtje Logitech G29. Nou, ik heb dit stuur nou bijna een jaar, ongeveer, ja, dit jaar heb ik hem een jaar. En het is een fijn stuur om mee te rijden met de gaspedaal, rempedaal en koppelingspedaal. Nou, het gaspedaal is gewoon lekker vlot. Kan je in één keer gewoon goed indrukken. En ja, het rempedaal is wat stugger. Wat ook wel een minpunt is, maar de minpunten noem ik zo op. Koppelingspedaal heb ik tot nu toe nog niet nodig. Totdat ik binnenkort een schakelpook heb. En dit stuur draait 360 graden rond. Zoals je ziet is dit stuur uitgerust met heel veel knopjes. Naar boven, beneden, rechts, links. L2, R2, kruisje, vierkantje, driehoekje, cirkel. De R3. Dit hoort extra bij de draaiknop. Kan je naar links en naar rechts doen. De startknop noemen ze dit. Om het geluid harder en zachter te zetten. Share knop, option button en PlayStation button. Dit vind ik het vetste. Ook vet aan het sturen. Dit geeft licht als je gas geeft. En je moet overschakelen bij bepaalde race games. Ik ga jullie nu even laten zien wat ik bedoel. Ik moet hem even in mijn PlayStation doen hoor. Beetje gekloot. Kijk hè. Kijk die lichtjes. Het minpunt aan de stuur is als je hem een tijdje hebt, dat hij gaat piepen als hij koud is en je hem lang niet hebt gebruikt. Dat is een minpunt. Tweede minpunt is de koppelingspedaal. Ja, mag je niet gebruiken als je geen schakelpook hebt. En het rempedaal is, vind ik, te stug. Nou, pluspunt is hij draait helemaal goed rond. Ik kan hem er even uithalen. Ik vind het ook een pluspunt dat je gewoon PlayStation button in kan drukken, option knop, share knop en dat je nog wat extra knopjes hebt. Er zitten flippers aan. Ik kan hem heel gemakkelijk weghalen door... Nou, ik heb iets er straks vastgezet. Even wachten, even losdraaien. Dus je kan ze heel makkelijk verwijderen door dit los te schroeven. Schuif hem van je bureau of waar je hem ook op hebt staan, schuif je hem af en je legt hem gewoon weg. En dan heb je weer vrije ruimte. En als je hem terug op wil, schuif je hem erop. Waar je wil hebben, draai je hem vast. Huppatee. Het stuur werkt perfect. Ik heb alleen een klacht mee gehad dat hij piept, maar dat is nou ook voor zo ver weg. Het stuur is er altijd goed blijven doen, nooit kapot gegaan, niks. Mensen, dit is review, ik word niet gesponsord door Logitech, was het maar zo'n feest. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, vergeet niet te liken, vergeet mij niet op Instagram te volgen, Mitchell Games, met hetzelfde logo als mijn YouTube kanaal. Deel deze video en kanaal met al je vrienden, familie, Twitter, Facebook, Instagram. Maakt niet uit, zoals met je oma, maakt niet uit. Ik wil die 60 abonnees hebben en bij de 100 abonnees komt er een special online. Maar daar horen jullie binnenkort wat meer nieuws over. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal beneden en dan hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters!